Yassine El Ghanassi voorspelde vorige week maar 3 wedstrijden goed. Met 8 juiste voorspellingen staat Brian van der Bussen nog altijd bovenaan. Deze week is het de beurt aan keeperstrainer Harmen Cuperus. Die doelman, hè? Brian van der Bussen. 8 goed, staat al zo lang bovenaan. Wanneer komt daar eens een keer verandering in? Nou, ik hoop na deze speelronde, maar 8 stuks, dat is toch erg goed gedaan. Het zal op geluk zijn geweest, hoor. Want Brian kennende snapt hij daar niet zoveel van. Maar goed, hij doet het voorlopig goed. Nou, misschien heb je net zoveel geluk. Kom je ook tot 8 of misschien 9? Doe mijn best, ja. Ajax Heerenveen. Dat is een hele lastige, maar goed. Als trainer van Heerenveen ga je natuurlijk iedere week voor de winst. Dus ook hier. En die moeten we dan ook maar voorspellen. Groningen-ADO. 2 concurrenten voor de play-offs. Groningen wil thuis natuurlijk weer gaan winnen. ADO zal dan punten laten liggen, maar nee, een gelijkspelletje gaat dat worden. Ja. Goed voor ons en voor mijn Toto, dus laten we dat maar doen. Heracles, thuis tegen RKC. Heracles gaat daar zeker winnen. Die hebben ook wat recht te zetten. Dat gaat de laatste week ook niet echt goed. Willem II Roda, strijdend Willem II voor de laatste kans. Zullen alles op alles zetten, mijn oude clubje. Vorige week even geen fan meer. Deze week wel weer, dus die gaan thuis winnen. AZ, PSV. Ja, PSV met dat spelersmateriaal zou meer moeten brengen. Doen dat al weken niet. Ik denk dat AZ nu thuis ook de goede serie voort gaat zetten. En ik hoop voor Verbeek op 3 punten. VVV Twente. Twente is te goed. VVV absoluut niet. Dus ik denk dat die het heel moeilijk gaan krijgen. En dat Twente daar gaat winnen. Utrecht NAC. En AC, ja, die gaan een puntje pakken, denk ik. Utrecht heeft een behoorlijke tik gehad natuurlijk van AZ. Ja. 2 rode kaarten. Daar zie ik wel een gelijkspelletje vallen. NEC Zwolle. NEC thuis gaat weer een keer de volle winst pakken. Is wel een concurrent voor Heerenveen, hè? Ja, NEC. Maar goed. We kunnen niet alle concurrenten in mijn Toto maar even wegspelen. Nee, is ook zo. Dan heb ik hem liever fout inderdaad en dan zijn we die ook kwijt. En de absolute toppen. Feyenoord-Vitesse. Ja, leuke wedstrijd. Dat wordt de verrassing van het weekend. Vitesse gaat daar de punten pakken. Dan doen ze een hele goede stap volgens deze Toto naar de tweede plek. Want dan heb jij PSV op een nederlaag en Feyenoord op een nederlaag. Ja, voetbal is vol verrassingen, dus ze staan erop. Oké. Nou ja, we gaan het zien. Hoeveel je er goed hebt. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Graag gedaan.